We zijn vandaag op Strijp S in Eindhoven, waar de 109 meter hoge toren Lighthouse gebouwd wordt. Mijn naam is Peter de Beer. Ik ben accountmanager bij Reinaerts Aluminium. Betrokken bij dit project om te kijken hoe we op de beste manier het hang- en sluitwerk toe kunnen passen. Het is een toren van 109 meter, dus wind- en waterdichtheid is daar een heel belangrijk aspect. Dus we hebben naar een beslagoplossing gezocht die extra aansluitpunten gaf, extra aandrukpunten, waardoor we die wind- en waterdichtheid beter konden bewerkstelligen. Ik ben Albert Derks van Thermoconstructies. Ja, Lighthouse is nu de nieuwe benaming geworden. Voorheen was het altijd Toren Nico. 2 jaar geleden zijn we in het voortraject gekomen om het werk zeg maar, van de grond te krijgen. Als er gauw bij ons een opdracht is, dan gaat het weer naar een van onze werkvoorbereiders. Mijn naam is Joost Tissen. Ik ben werkvoorbereider bij Thermoconstructies. Ik ben betrokken bij Lighthouse eind vanaf het begin. Dus in het bouwteam, daar heb ik ook de calculatie mogen doen. Toen de opdracht is geworden, ben ik ook verder gegaan met de werkvoorbereiding. Waar ik eigenlijk vanaf aan te zetten het project heb uit mogen werken. En nog steeds eigenlijk bezig ben met de begeleiding daarvan. Vanuit de gemeente worden steeds meer zwaardere eisen gesteld aan het geluidsbeleid in de gemeente Eindhoven. Daardoor moeten de mensen geluidsarm kunnen ventileren. Daarvoor is eigenlijk al een bestaande concept de Harbo Window. Daar hebben wij een eigen variant van gemaakt met geperforeerd zetwerk ertussen. Achter het geperforeerd zetwerk zit steenrol en dat steenrol zorgt eigenlijk voor akoestische demping. De samenwerking met Reinaerts is voor mij al 35 jaar. Ja, dat loopt altijd goed. De meeste vragen is ook in het voortraject er al bij. Om te kijken of we veranderingen in het project kunnen maken om het te verbeteren. We hebben samen met Thermo hebben dit project van begin af aan heel goed bekeken. In dit project hebben we voornamelijk als basis onze Masterline 8 serie toegepast. Zoals je hier achter ziet bij de loggia's zijn de buien Masterline 8. En de buitenschil die we daar toegepast hebben is de CS59 ongeïsoleerd. Dat het een buitengevel is en we hebben nog een geïsoleerde binnengevel, konden we daar dat systeem voor toepassen. De brandweerende delen bestaan uit de Concept System 77 Fireproof. De commerciële ruimtes en de penthouses worden vervaardigd uit de curtain wall 50. En op de penthouses wordt er ook nog een massa patio in de curtain wall geplaatst. De montageploeg die hier bezig is, die is ook op de bouw bezig. En dit gaat eigenlijk allemaal prefab naar Eindhoven toe om daar verder af te monteren. Na het monteren van de kozijnen bij ons in de fabriek zijn we vandaag de kozijnen aan het hijsen. Ze worden vanaf de bouwplaats eigenlijk met een vrachtwagen aangeleverd. Vanuit daaruit zetten we met de kraan en de ijsbeugel zetten we de elementen op de plaats. Bij de Harbo Window maak je eerst het bovenste raam, die zet je op draaizand. Waarna je de buitenste raam op kiefzand kunt zetten. Dan is het belangrijk dat je het bovenste raam weer dicht maakt. En het onderste raam weer op kiefzand zet. Zodat het geluid van boven naar beneden via de cassettes naar binnen komt. En die cassettes zorgen dan voor de akoestische demping. Hier op Strijp S staan heel veel gebouwen, oud en nieuw, die eigenlijk bijna allemaal voorzien zijn van kozijnen van Reinaerts. Dus zodoende is het eigenlijk een van de mooiste en grootste showrooms van Reinaerts in Nederland.